Het is geen handige situatie. In de Klaverstraat in de Nijmeegse wijk Wolfskuil staat een lantaarnpaal midden op de weg. Werkzaamheden aan de straat zijn al even bezig en de paal zou vorige week al weggehaald worden. Maar door de feestdagen is de planning waarschijnlijk een klein beetje onduidelijk geworden. Automobilisten kunnen dankzij deze hinder niet meer doorrijden naar de andere kant. De gemeente Nijmegen heeft toegezegd dat de lantaarnpaal maandag nog wordt verwijderd.